ik heb er weer eentje. Een kanjer van de maand. Ze zijn er niet vaak, maar ze zijn ook niet vaak zo geweldig als deze. Het is de moeder van bloemisterij Corlaar, zou ik bijna zeggen. De moeder van Dirk Geert en van Stephanie, die altijd ingevallen is. En we gaan haar overvallen nu. Ze is, als het goed is, binnen. Goedemiddag. Ik zoek Geri. Ja. Geri, jij bent, kijk eens even, kanjer van de maand. Waar heb ik dat aan te danken? En gefeliciteerd daarmee. Dank je wel. Wat denk je? Waar heb jij dat aan te danken? Ik zou het je niet kunnen zeggen. Echt niet? Kun je niet bedenken wat jij al jarenlang doet hier? Ja, maar dat is normaal. Dat doe je voor je kinderen, toch? Jawel, jawel. Maar wij hebben gedacht, dat vrouwtje dat is zo ongelooflijk bezig. Die moeten we een keer kanje van de maand maken. Want dat heb je echt verdiend, Geri. Oké, dankjewel. Ik vind het geweldig. Ja, ben je een beetje in de bonen? Ja, ik hou er niet van om in de belangstelling te staan. Nee, dat weet ik. En daarom doen we het juist. Okay. Hey, maar hoe is het voor jou geweest om die jaren dat Stephanie ziek was zo vaak in te vallen? Daar denk je nu bij na. Nee. Je gaat op de automatische piloot en je doet het gewoon. Ja. Ja, doorgaan. Doorgaan, ja. Maar wat heeft het voor jou als moeder betekend dat het nou een tijd lang zo slecht met haar ging? Ja, dat wil je niet weten. Nee? Nee. Dat betekent het nog steeds. Ja. Ik zal even naar Stephanie gaan. Stephanie, zo'n moeder te hebben, wat betekent dat voor jou? Ja, geweldig. Super. Ja, één telefoontje en ze is er. Ik hoef nog niet eens te bellen. Maar ja, ze staat altijd klaar. En als er wat is, ja, ze is er meteen. Ze doet alles. En geen eens tijd voor zichzelf. Geen eens tijd om op vakantie te gaan. Hè? Je moet er echt wegschoppen. Ja. En dan maar zeggen, want dat is heel gewoon. Ja, ik vind het heel gewoon. Want als je dan weggaat, als er wat met je kinderen is, heb je toch geen rust. Nee. En dan wil je er zo snel mogelijk, zoveel mogelijk bij zijn. Ja. Maar nu werkt Stephanie weer. Ja, daar zijn we heel erg blij en dankbaar voor. Ja? Ja, echt wel. Hoe gaat het met je? Heel erg goed. Ja? Ja, heel erg goed. Hadden we niet durven dromen vorig jaar. Nee. De voorspellingen toen waren, ja, als je al gaat lopen met krukken, 50 meter per dag en meer niet. En ik heb nu heb ik net nieuwe protheses, dus het is nu even wat minder. Maar tot een tijdje terug liep ik gemiddeld 7 kilometer per dag. Meid. Zonder krukken, dus geen rolstoel. En ja, dat is geweldig. Ongelooflijk. Ja. Dirk Geert, kom er ook eens even bij. Ja. Vertel jij nou eens even, wat heb jij voor een moeder? Dat heeft ook heel wat betekend, hoor. Ja, ik heb een geweldige moeder. Ja. Een betere moeder kan ik me niet voorstellen. Ja. Zijn we heel complimenten nu. Ik vind het, ja, dit vind ik gewoon geweldig. Kijk, ik heb heel veel in mijn eentje hier moeten doen. Met hulp van anderen, maar vooral met de hulp van mijn moeder. Ja. Zonder mijn moeder had ik het niet gered. En wat deed ze allemaal? Wat deed ze? Wat deed je allemaal? Te veel om op te noemen. Waar zal ik eens beginnen? Gewoon, zijn is al belangrijk. De dingetjes waar hij niet aan toe kwam. Soms heel vroeg mee naar de veiling. Ja. Op de fiets hier naartoe, als ik naar de veiling ging, dan ging ze mee. Als ik wat vergat, want ik was heel chaotisch op dat moment, dan was jij er ook voor me. En dan wist je precies wat ik nodig had. En dan was ik mijn eten weer eens vergeten of iets. Of mijn wisselgeld lag nog thuis. En dan kwam mijn moeder het even op de fiets brengen. Dus dat. We zijn in die periode ook ontzettend gesteund door onze vrienden en buren. En een deel van de familie. Ja. Daar hebben we echt gewoon zoveel aan te danken. En dan denk ik ook, als dat er niet was geweest. En als we geen hulp van God hadden gekregen, hadden we het zelf ook niet gered. Want daarom, ik vind het nu een beetje te veel eer krijg eigenlijk. Als ik, met Gods kracht, daar hebben we het mee gered. Daarom kon ik dat ook doen. Anders was het me niet gelukt. Ja, dat is heel mooi dat je dat zegt. Door alle diepte en door alle ellende was hij er elke dag. Ja. En als we dan uit het ziekenhuis vandaan kwamen en we zagen dan weer een kaart liggen met een bemoedigende tekst. Of mensen die zomaar uit de kerk vandaan die een pakketje met boodschappen bij je brachten. Dan heb ik zoiets van, zie je wel, hij is er wel. Als ik het maar zie. Ja. En daarom die stimulans, hè? Ja. Dat heeft gemaakt dat ik ook door kon. Ja. En dat hij ook door kon, want het was voor hem ook heel moeilijk. Voor jullie allemaal. Ja, en in de nasleep zitten we nog, want ik heb het nog niet verwerkt. Ik heb het nog niet echt een plekje gegeven. Heb je geen tijd voor gehad, hè? Nee, ik heb er geen tijd voor gehad, nee. Daarom is mijn motto is doorgaan. Jawel. Het is moeilijker als voor mezelf. Ja. Waarom dan? Merk ik wel.
omdat... Ja, waarom eigenlijk? Ik weet het niet. Ik denk dat het voor jullie moeilijker is. Ik moet ermee verder en hun moeten het steeds zien. En die zien het als iets moeilijk gehad. Terwijl ik bij alles wat ik vorig jaar ging kunnen... Elk stapje vooruit had ik zoiets van, oh kijk dan, dat kan ik wel. En ze zeiden van niet. En ik kan dit al, ik kan dat al. Terwijl hun ook de Stephanie van daarvoor kennen natuurlijk. Ja. En dat was werken en doen en... Ja. En zelfstandig. En ja. Opeens zie je, want ze was dus een tijd bij ons thuis, zie je je kind in een rolstoelbus gaan. En dat vreet zo, dat doet zo'n pijn. En die dingen die komen er nu nog uit. Ja. Hè? Dat zijn dingen, ja, die heb je nog niet echt verwerkt. Dat komt wel. Dat komt ook met hulp van God. Maar goed, dat zijn dingen die hebben tijd nodig. Ja. Ik vind jou, eigenlijk jullie alle drie, drie kanjers van de maand. Eet er lekker van. En wat je ook zegt, met hulp van iedereen... Kanjer van de maand. Dankjewel. Ja, en zo is Gerrie er dus flink ingetuind. En ze zegt, zal ik u eens wat verklappen? Ze zegt, stink het dat je er bent, dat je me erin geluisterd hebt. Maar ze vindt het fantastisch om kanjer van de maand te zijn. En als u nou iemand weet, iemand die het ook verdiend heeft, die echt dingen doet die ze zelf heel normaal vindt, of hij, maar u denkt, super, geef op, bel naar de los... Of mail naar rtv@omroepspakenburg.nl. En ook uw vriend, moeder, vader of noem maar op kan kanjer van de maand worden.